Ik ben Lisa Cogé, ik ben graphic design student en ik studeer af in de practice branding. Mijn project gaat over productiviteit en de cultuur daaromheen. Ik merkte sinds de corona-lockdown dat ik steeds obsessiever bezig was met productief zijn. En ik zag dat ook heel erg terug in mijn omgeving. Er is een soort van nieuwe cultuur ontstaan rondom productiviteit en dat zie ik terug aan alle tools en apps die worden aangeboden, maar ook de druk vanuit mijn omgeving om altijd goed bezig te zijn. Deze fascinatie wil ik daarom verder onderzoeken en kijken waar dit vandaan komt. En zo met mijn project hoop ik mensen ervan bewust te maken en te laten zien wat dit voor hen betekent in het dagelijks leven. Want druk zijn is tegenwoordig een soort van modern statussymbool geworden, zou je kunnen zeggen. Ik zit er nu aan te denken om daarvoor een toolbox te creëren, om mensen op een luchtige en humoristische manier een spiegel voor te houden, om zo individueel bewustzijn te creëren en gedrag op lange termijn te kunnen veranderen. Ik hou mijn documentatie allemaal bij in Milanote. Dat is een online moodboard waarin ik alle informatie kan uploaden en delen met mensen. Het handige is dat ik hier bestanden en links kan toevoegen en er ook weer gelijk naartoe kan. Ik heb verschillende mindmaps gemaakt. Ik kan verschillende inspiratiepagina's toevoegen. Dus als ik even niet meer weet wat ik moet doen, kan ik hier naartoe. Ik maak aantekeningen en feedback kan ik hierin verwerken. Maak ik ook elke week een planning aan het begin van de week. Zo weet ik goed wat ik moet doen. En kan ik mijn tijd wat beter inplannen. Ik merk dat ik nu, terwijl ik bezig ben in het project, dat ik helemaal gek word van productiviteit. En dat ik merk dat ik eigenlijk nog meer in die cultuur zelf ook zit dan dat ik dacht. Mijn eerste idee was het creëren van een toolkit. En in dit geval dan de Pretend to be Busy toolkit. Maar dat zorgde er eigenlijk voor dat het steeds meer veranderde in een serieuze toolkit. Terwijl het eigenlijk was bedoeld om niet serieus en een beetje absurd eigenlijk. Maar dit zou er juist voor zorgen ik wilde juist niet die productiviteitscultuur voeden. Dus ik moest weer even alles omgooien en teruggaan naar wat nou echt die productiviteitscultuur symboliseert. En dat is voor mij toch wel echt die to-do-lijstje of de planner. Wat ik voor nu als idee heb is om een ritueel te bedenken wat mensen kunnen personaliseren aan hun dagelijks leven, waardoor ze zichzelf zelfbewuster worden van wat zij die dag hebben uitgevoerd en wat hun relatie met productiviteit daarin is. Dus de focus ligt niet op wat moet je doen en plan het zo dat je het goed kan doen, maar op wat heb ik gedaan. Dus daarvoor komt wel een beetje dat to-do-lijstje terug, maar dan meer en niet in een to-do, maar in een dan-lijstje. Omdat ik heel erg vanuit onderzoek startte, moest ik gewoon wel heel veel stappen nemen aan het einde van het proces om dat allemaal nog te kunnen realiseren. Ook omdat ik minder gewend was om een product te maken, dus dat kostte gewoon meer tijd. Maar achteraf ben ik wel blij dat ik dat heb gedaan.